Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Karpenvissen op een vijver. We zijn hier weer bij de vereniging en we zijn hier dus weer bij een mooie vijver. Er zit helemaal niemand te vissen en dat terwijl het weer echt perfect is, jongens. De afgelopen tijd is het onder de 10 graden geweest overdag en het heeft zelfs een paar keer tegen het vriespunt aangezeten in de nachten. Op dit moment is het gewoon 15 graden overdag en de komende dagen gaat dit nog wel eventjes zo blijven. Ook de nachtelijke temperaturen zitten gewoon tegen de 10 graden aan en dit is natuurlijk super positief, want dit zorgt ervoor dat het water wat meer op gaat warmen en dat hopelijk de vis dus ook wat actiever gaat worden. Nu is de vraag of ze dat vandaag ook al zijn, aangezien het vandaag de eerste dag warm is. Maar we gaan onze uiterste best doen om vandaag een mooie vis te vangen. Ik ga mijn spullen opzetten en dan zien jullie mij zo weer terug. We gaan één hengeltje vandaag weer vissen met de Snowman, de Chili Cheese Body en de Chili Cheese Pop-Up. Van allebei nog even de kantjes afsnijden zodat ze wat mooier op elkaar komen te zitten. En dan gaan we deze hengel in ieder geval inleggen. Ik leg de hengel in deze hoek van het water. Hier staat in de zomer helemaal een grote rietkraag. En het loopt hier heel sloom naar beneden totdat het uiteindelijk hier pas ergens de 3 meter bereikt. We gaan dus ergens halverwege vissen op een metertje of 2. Ik denk dat dat wel een mooie diepte is om vandaag te gaan vissen in de avond. En dan hebben we hier nog een testbatch Copex Body. Mooi wit uitgeslagen door de melkproducten die gewoon uit de body komen. Het is dus geen schimmel en op het moment dat je dit in het water legt gaat het dus ook vrij snel ervan af. Maar naar mijn mening geeft dit juist veel attractie af. En dit gaan we dus proberen om hier een mooie vis mee te vangen. Deze hengel gaan we hier naar het eiland van Riet leggen. Je ziet hier een mooi bosje wat nu op dit moment geen blaadjes heeft, maar alleen takken. Maar hangt dus wel in het water en dat is altijd wel mooi. Het taluut van het eiland is redelijk sloom naar beneden lopend, dus het is op zich nog wel mogelijk om op het taluut te vissen. Ik ga dus redelijk strak tegen het eiland aanvissen, denk maar een metertje eraf en daar is het meestal ongeveer 1,5 meter diep. Ik doe voortaan als ik hier op zo'n vijver als dit kom en ik ga redelijk dicht bij de auto zitten, dan ga ik als eerste even mijn plekjes aanvoeren. Op het moment dat er al voer op je plek ligt, dan kunnen de vissen al gaan azen en dat kan uiteindelijk in je voordeel werken. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar als je hier af en toe al een extra snelle aanbeet door kan krijgen, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Zo heb ik hier in de hoek heb ik een mooi plekje gemaakt met wat particles en met wat pellets. Echt maar een heel klein beetje heb ik gevoerd, een halve voerschep en dat wel redelijk compact. Bij het eiland hier achter mij, daar heb ik een andere voerstrategie gebruikt. Daar heb ik wat verspreider gevoerd en daar heb ik dus ook enkel met bollies gevoerd. De particles en pellets zijn moeilijk daarbij te krijgen. Een van de weinige manieren zijn bijvoorbeeld de PVA-zak, een voerboot of gewoon simpelweg een spotraket te gebruiken. Maar een paar bollies met de werppijp doen het ook altijd gewoon goed. Ik heb het dus een beetje verspreid om het eiland heen gedaan. Een handje vol met bollies en dit moet al voldoende zijn. Je ziet hier nog een beetje de kringen wegtrekken. Maar er kwam gewoon de staart van een vis boven. Dit is altijd een goed teken. Hoe meer actie op de stek, hoe liever ik er ligt te vissen. Ik weet niet hoe goed jullie het zien, maar op meerdere plekken in het water ontstaan wat belletjes. Het is al een tijd geleden dat ik dit heb gezien, dus dit kan wel duiden op wat actievere vis. Ik ben benieuwd, ik heb er vertrouwen in. Nu even gaan zitten en dan is het maar weer afwachten. Ja, ja, jongens. Het was maar een enkele piep waarna heel de top krom ging. Met toplood krijg je af en toe wat mindere beetindicatie, maar hierdoor ligt je lijn dus wel helemaal over de bodem heen. En dit kan ooit wel eens de doorslag geven. Zeker op een water als dit, waar heel veel gevist wordt,
wil je eigenlijk natuurlijk dat er zo min mogelijk lijn in het water ligt. Nu is het, als je naar een andere plek ligt, niet te vermijden dat er lijn in het water ligt. Maar je kunt het dus altijd verminderen door een toplootje te laten zakken. Laat het toplootje dan wel naar een dieper gedeelte zakken, zodat je lijn dus alleen vanaf de kant naar het diepere gedeelte zichtbaar is. En de rest van het gedeelte, daar ligt hij dus helemaal over de bodem heen. Ik ga nu even de vis afdrillen. En dan hoop ik dat er iets moois uitkomt. Ik zie hier verder wat achter in de hoek. Ook al wat beweging. Wat strakker tegen de kanten. Zag ik net de kaper springen. Dus dat zegt alweer genoeg. Het is te hopen dat we er nog meer kunnen vangen. We zitten pas een uurtje. Dus in ieder geval alles snel aanbeet. Voor aan de kant is het echt een vol gevecht. Hij trekt hem echt vol door de slip heen. Ik weet niet of jullie zien wat er hier gebeurt. Maar tijdens het drillen van deze vis krijg ik wat tikken op mijn linkerengel. Daar zit dus echt wel een vis aan hoor. Ik heb nog geen enkel piepje gehad op deze hengel, maar de hengeltop die gaat er echt wat rond. We gaan even kijken of het een braken is. Een beetje ongemakkelijk drillen dit. Dit is sowieso geen braken. Ja, ongelofelijk jongens. Kijk hier gewoon, twee hengels tegelijk. Deze even neerleggen. De piep eruit. Deze vis is redelijk afgedrild. Die slipt wel iets verder open van deze. Ik hoop dat ze allebei kunnen landen. Dit zwemt iets naar deze kant op. Even snel bijdraaien. Deze. Hoppa, dat is één. Nu snel kijken of de andere er nog aan zit. Hij zit er nog aan, jongens. Yes. Gewoon dubbel run. Pak ik even de sling erbij. We ritsen de zijkanten even dicht. Gelukkig heeft mijn sling drijvende stokken. Nu ritsen we de zijkant dicht. En gaan we proberen de vis daarin te landen. Ik haal het touw er even uit voor de zekerheid, mocht hij wegdrijven. De vis begint wat meer moe te worden en vaker met zijn hoofd boven te komen. Nu ga ik mijn hengeltop dan ook wat meer omhoog doen. En ik ga wat dichter naar de mat toe. En daar komt hij. Perfect jongens. Yes! Op zowel de stek in de hoek als de stek bij de eiland heb ik weer vissen zien springen tijdens het drillen. Het eerste wat ik nu ga doen, terwijl de vissen hier onthaakt in de net en in de mat liggen, ga ik als eerste even wat bijvoeren, zodat de vissen die op de stek zitten in ieder geval blijven azen. Dit moet hem gaan doen. Wat pelletjes, 6 mm, dan een paar maïskorreltjes en wat gebroken chili cheese bollies. Ja, jongens, ik ben zo ontzettend blij.
We gaan als eerste even beginnen met de kleinste. Die er dus als eerste aankwam. Een mooi visje. Die dus niet super groot is. Maar wel al een mooi buikje begint te krijgen. Die heeft er alweer zin in het seizoen. En begint zich alweer aardig vol te vreten. En zo kon die dus ook mijn bully niet weer staan. Hier ben ik super blij mee. Op de Chili Cheese Snowman. Al is dit niet de grootste. Dan nog is dit echt iets geweldigs om mee te maken. Gewoon een dubbelrun. Dan maar even de vis terugzetten met de hele kreddel. De andere vis die ligt hier naast me in de sling. Nou wil die gaan. Ja, ja. En wat hebben we hier voor iets moois? Het volgende cadeautje wat we uit kunnen pakken. En een van de betere cadeautjes die je kunt krijgen. Kijk eens aan, jongens. Wat een prachtige schub. Echt super mooi gekleurd. Nog helemaal donker. En dan ook nog een mooi formaatje. Hier ben ik echt super blij mee. De vis die lijkt wel een beetje gestrest te zijn. Zijn rugvin, maar ook zijn andere vinnen zijn een beetje aangespannen. Dus we gaan deze vis dan ook niet te lang ophouden. Ik ben er echt super blij mee. En dat gewoon bij een dubbelrun. Dit als tweede vis op de Scopex Bully. Echt wat een topper. Echt een super mooie vis. Deze gaan we maar terugzetten. En dan gaan we maar zo snel mogelijk de hengels weer inleggen. Ik wil toch nog eventjes deze vis gaan wegen. Pak de weegschaal erbij. Die hang ik aan. En dan gaan we hem optillen. 14,1 met de mat. De mat zou nou iets zwaarder zijn, denk ik. 1,4 kilo ongeveer. En daarmee kom je toch op 12,7 kilo. En daar ligt de vis. Om erbij te komen. Rustig adem te halen. Hij snapt natuurlijk helemaal niet wat er gebeurd is. Nadat hij zijn maatje net in het net zag zitten en er zelf op afgetakeld werd. Maar we hebben ze zo snel mogelijk onthaakt. Heel eventjes kort op de video gezet. En dan is het nu tijd om ook deze vis vrij te laten. Daar gaat hij. Yahoo! Dan is het nu tijd om zo snel mogelijk de hengels weer in te leggen. De snowman van de Chili Cheese zit er nog aan. En we hebben er maar een uurtje mee gevist. Dus die gaan we in ieder geval als eerste inleggen. Ik heb dus even snel van deze hengel het aas ververst. Weer een Scopex Bully eraan gedaan. Op deze hengel heb ik gewoon een lead clip. Hierdoor gooi je gewoon wat minder snel in de knoop dan met een inline load systeem. Een inline load systeem gebruik ik graag, maar voornamelijk als je hem uit kan leggen of onderhands in kan gooien. Op het moment dat je de verdere afstanden gaat werpen, dan gebruik ik bijna altijd wel een lead clip of een helikoptersysteem. En dan liggen de hengels er klaar voor. Langzaamaan begint het schemeren en gaat het dus zo donker worden. Dan is het nu even tijd om zelf wat te gaan eten. Eventjes een bonenschotel opwarmen. Chili's en kanenschotel. Vandaag! Zo,
zo'n anderhalf uur lang geen actie gehad. Nou een piepje op mijn rechterengel. Denk, ga maar even kijken. Straks kreeg ik ook maar enkele piepen. En op mijn linkerengel had ik niet eens piepen gekregen. Dat heeft natuurlijk wel een wat logischere verklaring. Aangezien ik zo dicht bij het eiland helemaal van riet lig. En ook nog een bosje met overhangende takken. Heb ik de slip dus redelijk dicht staan. Dat in combinatie met toploot zorgt er gewoon voor dat je soms niet eens hoort dat je beet hebt. Het is daarom verstandig om dus regelmatig te checken als je piepjes krijgt in dit soort situaties. Kijk gewoon even goed naar je hengeltop. Krijg je er beweging op? Of zie je je lijn bijvoorbeeld bewegen? Dan is het toch tijd om aan te slaan. Maar even twee onderlijntjes geknoopt voor als we nog een vis vangen of anders voor de volgende sessie. Ik hou het dus graag simpel met dus een stijf onderlijn materiaal, zodat je minder snel in de war gooit. Het onderste gedeelte, dat doe ik strippen, zodat dat soepel is en zodat de haak makkelijker in kan draaien. Dan hebben we een krimpkousje die ervoor zorgt dat ook weer de haak een stuk beter in de bek komt te zitten. Daaraan heb ik dus een Gamakatsu haak. Het is de Humpback in haakmaatje 4. Dan heb ik er een siliconen stukje op zitten die je haar goed houdt. En dan dus een haar waar je aas op kan doen. Ik was dus aan het inpakken en ik kreeg echt een volle aanbeet. Ik zet de camera aan en het houdt alweer op. Volgens mij zijn die vissen hier een beetje camera-schuw. Inmiddels is het 9:30. Ik heb alle spullen ingepakt en we hebben dus niets meer bijgevangen. Maar dat maakt me helemaal niks uit, want deze dubbelrun heeft het echt wel weer goed gemaakt voor alles. De afgelopen tijd gaat het weer goed. Sinds de ingang van de lente hebben we weer alleen maar vis gevangen. Hopelijk gaat dit nog wel eventjes zo door. Als de weersvoorspellingen zo blijven, dan denk ik dat het wel goed moet komen. Abonneer even op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan. Dan krijg je alle video's zo mooi op je tijdlijn. En doe even een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe video.